piercing heb laten zetten. Ik heb gewoon niet de beelden teruggekeken trouwens. Hey, goedemorgen Apie. Ik ga even ontbijt maken. Wilt u iemand aandacht? Tibbe! Dames, gisteren probeerde ik dus geen koffie te drinken ochtends. En ik weet niet of het daar aan lag, maar ik voelde me de hele dag niet zo erg lekker. Tenminste, ik had hoofdpijn en zo, dus ik heb echt de hele tijd afgekeken verschijnselen van koffie. Het zal wel heel erg zijn, hè, maar ja. Dus ik neem het vandaag maar gewoon weer. Oké, mijn camera doet zo raar. Elke keer dan geeft hij zo'n i'tje met zijn foutmelding en dan stopt hij met filmen. Dan moet ik een batterij eruit halen en dan kan ik weer filmen voor 3 minuten. Nou, super irritant. In ieder geval, ik vierde zaterdag mijn verjaardag en ik heb er super veel zin in. Ik ben nu aan de drankjes aan het regelen, hapjes aan het regelen. Er moeten als het goed is nog voor zaterdag 2 lamzakken binnenkomen. Als een soort van zithoek. Dus dat ben ik allemaal even... Drankjes moeten vooral mijn ouders aan natuurlijk. Aan het regelen. Ik weet niet zo goed wat ik moet vertellen. Ik wil trouwens nog zeggen dat... weet je, ik trok me heel erg aan... Sorry, ik heb mijn haar echt heel raar. Ik trok me heel erg aan van alle reacties... Ik trok me heel erg aan van alle reacties die er kwamen van... Je vlogs zijn niet leuk genoeg en... niet interessant genoeg, je doet niet genoeg in je vlogs. Maar... Weet je, ik probeer dagelijks te vloggen en ik doe het op mijn manier. En of er komen geen vlogs, of er komen soms misschien wat kortere vlogs, want ik doe niet elke dag iets. Of nou, ik ga niet elke dag... Oh, ik ben echt verkouden weer. Ik ga niet elke dag naar buiten of zo. Dus ja, dat is een beetje het probleem. Ik ga nu even editen. Even de beelden inladen. Dan ga ik even editen en dan... Hoi, met Julia van Bergen. Ik had een vraagje. Ik heb door via Marktplaats een product gekocht. Maar die is op ongeveer 8 september verzonden. Maar ik heb hem nog steeds niet binnen. En ik weet dat DHL redelijk snel levert. Maar er staat nog steeds dat ze aan het sorteren zijn. En dat nog steeds niet dat de bezorger onderweg is. Ja. Zal ik hem opnoemen? 3, grote S, grote D, grote R, grote C, 5, 5, 1, 9, 6, 3, 6, 1, 2, 8. Ja, precies. Yes, het is goed gegaan met editen van de vlog van gisteren. Nu ga ik eventjes de afwasmachine doen. Even inruimen helemaal, volgens mij. Dat is het enige wat ik hoef te doen. En dan de wc schoonmaken. En even kijken. Kamer opruimen en even kijken hoe ik naar NOS kort ga binnenkort. Want daar ga ik het nieuws aan spreken. Kijken hoe ik daar kom. Kijk, één koeker uitzien. Maar ik wil gewoon niet dat al die haartjes van mijn... ik zie er echt heel slecht uit trouwens. Al die haartjes van mijn haar in mijn piercing komen. Achter mijn piercing komen. Ik ga even mijn kamer opruimen. Want dat had ik allemaal beloofd aan mijn moeder. Ik ben wel echt mijn to-do-lijstje van vandaag aan het afwerken. En daar word ik echt blij van. Dat is mijn fijn.
Kijk, want ik moest een briefje voor de buurt maken. Dat ik feest heb, dat vinden we altijd netjes. Ik moest de buurman appen wanneer we de partytent konden ophalen. Ik moest NOS kort even regelen hoe ik daar kom, heb ik gedaan. Ik heb een boodschaplijstje gemaakt en nu ga ik mijn kamer opruimen. En ik moest de wc schoonmaken. Dat heb ik ook al gedaan. Dus hoe goed ben ik bezig? Ik heb trouwens gisteren een uitverkoop bij de H&M. Dit leuke shirtje gekocht. Het is een crop top. Oh, hij is binnen buiten maar niet uit. Maar het is maat M. Alleen omdat hij crop is, pas ik hem wel. Het was maar 13 euro. Dat is echt super fijn. En deze voor eigenlijk aankomende zomer pas. Maar ik vind het altijd leuk om dan nu al dingetjes te kopen die dan nu in de uitverkoop zijn. Deze was maar 5 euro. Echt heel tof. En een nieuwe wimpkruller, want die van mij was kapot. Ik heb trouwens mijn kamer opgeruimd. Ik zal even laten zien hoe mijn kamer er nu uitziet. Want heel vaak vragen mensen om een roomtour. Dat ga ik nog niet doen. Maar zo ziet mijn kamer er nu uit. Dat is ook een beetje nog een zootje. Maar voor nu vind ik het allemaal prima. Ik kan trouwens geen gitaar spelen. Dit ziet er ook heel kaal uit. Dus dit wil ik nog even fixen. En auw. Zo ziet mijn kast eruit. Schoenen, onderbroeken. En deze kant, dit is ongeveer mijn zomer-winterkleding een beetje. Daar staat trouwens mijn bokaal. En morgen wordt ook wel een hele leuke dag. Want morgen gaan we alle spullen kopen. Als in drankjes en zo voor mijn feest. We hadden gisteren spullen gehad. En ik weet niet waar mijn moeder het heeft gelaten. Allemaal versiering. Maar ik weet echt niet waar ze het neer heeft gelegd. In deze kast. Echt gewoon foetsie. Trouwens, vet leuk. Deze flessen, daar gaan we mixdrankjes in doen. En dan met deze etiketten erop pakken. Dat wordt sowieso super leuk. Maar waar heeft ze de rest gelaten? Ik had echt nergens vinden. Nou ja, wel grappig wat mijn manager vroeg of ik morgen ergens heen kon. Maar kijk, normaal zou ik gewoon zeggen, ja is goed, voor een meeting. Alleen, ik heb morgen en zaterdag helemaal vrijgehouden om alle spullen te kopen voor mijn verjaardag. En weet je, om ouders te helpen, want er blijven ook iets van 6 mensen slapen. Dus ik moet ook, we moeten alle logeerkamers klaar hebben. We moeten luchtbedden oppompen. Dat doen we dan zaterdag. Maar alles moet schoon zijn. Ik moet mijn kamer nog even stofzuigen. De badkamer moet ik schoonmaken. Weet je, we willen wel een beetje dat je huis gewoon schoon is. Dus ik had het even gezegd van, goh, weet je, sorry, ik kan niet. En ik had even uitgelegd dat ik ook niet nooit echt mijn verjaardag vier, nu wel. En toen zei Ed, een van de managers, die zei, there must have been some mistake, Julia. I haven't my invite yet. Dus dat vond ik grappig. Ik praat even een beetje zo. Ik weet niet zo goed wat ik moet vertellen. Oh, het gaat trouwens echt goed met mijn piercing. Het doet niet echt pijn of zo meer. Ik heb zo'n idee dat het bij mij misschien wel goed gaat helen. Dat hoop ik. Even afkloppen. Voordat het wel gebeurt. Maar ja, ik ga zo meteen even wat eten. Want het is... Oh, het is nu 4 uur. Ik heb pas om 7 uur dansen. Oké. Okay. Ik heb alles al gedaan wat ik moest doen. Dus misschien... Ik kan nu gewoon even chillen. Chillies! Weet je waar ik altijd super rustig van word? Van deze. Vooral als hij slaapt, maar dan is hij zo... Dat wil je toch ook zo relaxend? Hè? Ga maar lekker liggen. Ik ga denk ik zo gewoon eventjes lekker wat snacken. En Netflix kijken of zo. Ik heb alles gedaan wat ik vandaag moest doen. Dus dat vind ik gewoon helemaal prima. Morgen doe ik dan een badkamer. En dan heb ik vanavond dansen. Ik zal eens kijken wat ik zou kunnen eten. Even kijken of we nog komkommer hebben. Dan ga ik gewoon komkommer met sojasaus nemen. Dat vind ik ook wel lekker. Ik loop soms zo vaak. Eigenlijk loop ik altijd jemig. Met mijn vlogcamera heen en weer in mijn huis.
echt een lampje zijn. Waar heeft mijn moeder nou die versierseltjes gelaten? Ik snap het echt niet. I don't know. Ik ben benieuwd hoe het gaat met dansen. Dat mijn haar niet door het wilde dansen in mijn piercing gaat zitten. Maar ik denk dat het goed komt. Ik ga even komkommer snijden. Een beetje sojasaus bakken en dat lekker opeten. Oké, het sausje bestaat dus uit stukjes gember. Dat kan je in zo'n potje halen. Wasabi saus. Dat gaat alleen niet helemaal door mijn zakje heen. En sojasaus met komkommer dus. Ik denk dat ik echt veel meer dan dit komkommertje alleen eet. Ik ga dit even naar de bank brengen en dan lekker Netflixen. Ben ik aan toe. Ja. Alweer vergeten te vloggen. Ik heb wel een heerlijke dansles gehad. Fucking zwaar, want er was één choreo die kon bijna iedereen al. Maar die kende ze al echt 2 jaar lang of zo. Maar ik had die nog nooit gehad. En dat iedereen allemaal kende, ging ik natuurlijk niet uitgebreid de choreo doen. Omdat het is, want dan verspil je gewoon best een tijd. Maar ik moest echt heel snel choreo aanleren. Dat ging helemaal, was helemaal paniek. Ik heb nog wel een leuk dansje om te laten zien. Oh. Heel kort, hij staat niet scherp. Heel kort, maar superleuk. Ik ga nu slapen. Ik hoop dat het niet al te lang, dat het al te kort te vloggen was. En ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te... Ah, trouwens, mijn piercing gaat nog steeds goed. Ja, vergeet niet te abonneren, vergeet niet mij niet te volgen op Instagram. En ik zie jullie morgen weer.